Hallo allemaal. Oh. Mijn kat weer achter mijn televisie geweest. We hebben een kalf gespeeld, denk ik. Welkom terug allemaal. Het is een grauwe dag, zoals ik het graag zie. Ik heb mijn koffie. Ik heb de Sims. Ik ben tevreden. Laten we verder gaan. Uiteindelijk is het gelukt dat de andere vampier ook ging aanvallen. Dus keep your hopes up. Er stond er net alweer eentje te grauw achteraan, maar ze is even bezig de waterdingen te repareren. De gootsteen. Kom op, je bent er bijna. Oh, ik speelde het verkeerde. Oh, nee, sjoeps. Jij. De rado. Zij is laatst gebeten. Even kijken hoe er staat van mijn papier. Dus, twee hebben de dorst. Jij niet? Nee, je hebt het goed. Ja. Oh, drie. Het zijn er net drie geworden. Oh nee, zij is gebeten. Nee. En jij hebt dorst. Yep. En jij hebt dorst. Oh, maar je bent geel, dus dat valt nog mee. Jij bent rood en dreigt naar het einde te gaan. Dus. Vergeet niet dat bij te vullen, dank u. Oh, volgens mij houden ze het zelf wel bij. Het sneeuwt. Het sneeuw blijft niet liggen. Ik zat gisteren een eigen spelletje te spelen van de Sims. En het is net mijn huis gebouwd. Dus je legt in bed. Komt flat langs. En die gaat dan mijn raket bouwen. Ik denk, hey, toppetje. We hebben het ongeveer tot de helft gebouwd. Is hij dood gegaan, doordat hij verbrand is. Toen denk ik, ja. Gezellig. Dat had ik nog nooit gezien. Vlat die dood ging door verbranding. Zonder dat hij er iemand een hand in had, laat ik het zo zeggen. En we gaan slapen. Ja, maar de televisie is kaduut. Ja, ik weet dat je gebeten bent, Pat. Ik weet het. Hoe gaat het met onze werkonde? Goed uit, oké. Ja, klaar staan om de spullen op te pakken, dat je erin kan graven. Oh nee, ze hebben spullen. Ik heb laatst gekocht. Ik heb een tijdje elektronica gevolgd op school en mijn is ooit verteld van als je niet werkt, moet je de stekker eruit trekken voordat je eraan gaat beginnen. No. Je kan nog genoeg hebben, maar kom op. Zo, dan mag je dat opruimen.
Normaal sleep ik het weg, maar de... Oh, sorry. Ik had gewoon de dag een vuilbakje had gezet, ik heb het al hier gegooid. Dat wist hij niet. Wat gaan we doen? Vuil opruimen? Ja. En gooien? Wat? Oh, zij heeft het toch gepakt. Oké. Wat is dit? Is dit? Oh, fotolaagjes. Oh, mijn wekker, mijn wekker, mijn wekker. Nee, niet de datum, de wekker. Start. Ik denk dat het weer even tijd wordt dat we wat haatwoords gaan doen. Als je slaapt niet eens. Wauw, dat is bijzonder zeg. Leg Adal. Waar ga je naartoe? Je gaat naar de keuken. Mooi. Kom op, man. We moeten naar de keuken. Oh, de douche stuk. Sorry. Repareren. Nee, je hoeft daar niet heen te lopen. Dweilen met de kraan open. Ja, misschien eerst repareren en dan dweilen. Ze moeten ook alles doen, hè? En anders gaan we alleen nog maar iets repareren als we het nodig hebben. Goh, wat zal het een stinkzootje worden? Joh! Dat weet ik zeker. Ik zag gisteren een clip van The English Simmer. En die deed een longplay van een gekkenhuis. Dat zijn allemaal sims, die waren allemaal gestoord. En zij, die sim controle had over die ene sim, die was degene die alles moest maken, maar die deed op de duur ook alleen maar iets maken als ze het nodig had. Nou, als je zag hoe de staat van het kasteel verwaarloosde, zeg. Jeetje, mina. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat een paar van mijn sims het streep netjes hebben. Maar ja, op de duur konden ze niet meer douchen, omdat de douches stuk waren. Dus ze begonnen steeds meer te stinken, stinken, stinken. Verwacht jij bezoek? Nee. Oh, je verwachtte wel bezoek, maar je bent naar bed gegaan. Want zij kwam aanlopen. Ik kon zien dat ze hier stond te wachten. Ze was klaar hier, wilde ze wachten. En dan weet je dat er iemand naar de toe wil komen. Ik denk dat zij dat was. Je bent veilig. Er is pas van je gedronken, dus ze kunnen jou niet doneren. Natuurlijk, ze slaapt ook weer. Boven is open. Maakt niet uit of ze boven geslapen is. Dus ik zat er eens aan te denken van, ja, dat kan niet, maar wacht, waarom niet? Laat ze gewoon. Even kijken. Het is nog vroeg. 6:30. Ah, ja, dat is ook die command center. Die kan je ervoor zorgen dat je rekeningen automatisch betaald worden. Ik vergeet het nog wel eens, omdat je druk bezig bent. En een eten, shit, de stroom is afgesloten. Ah. Oh, yes, even betalen. Nou, betaalde. Pop.
Ja, een beetje van mijn klokjes zijn niet goed. Dus ik denk, je vlogt al even beter. Zo. Kom op, meid. Wat gaan we doen? Iets gemeens, natuurlijk. Maar vechten nog niet, hè? Dat doen we zo meteen. Een gemeen cadeau geven, ja. Heb je een reden om te gaan slapen? Nou, kijk, want het rood dreigt weer weg te gaan. Dat weet ik niet. En vechten. Het is eerlijk, ze zijn allebei slaap, dus daar ligt het niet in. Oh, en ze heeft honger. Komt alle kijkers, slechts 2 euro per persoon. Weer verloren. Dang. Zie je wat ze gedaan heeft? Ze vindt ze allemaal met me gaan vechten. Zeg, zien jullie dat nou? Zo uit het niets. Ja, dankjewel Sandra, zeg het maar. Ja, dankje. Ik wilde eigenlijk helemaal niet slecht doen tegen jou. Vraag goede dag op Fleur. Je praat er in slaap. Jullie kunnen haar bijten. Jullie kunnen haar bijten. Oh, dan moet iemand werken. Ja. Oeh, ik zag het net op tijd. Ik weet niet hoe lang het doorbelt, maar voor de zekerheid. We hebben 1683 simoleons. Het gaat goed. Zie je, nou begint ze ook tegen jou. Zie dat ik het niet wijs. Ik weet van niks. Ze vallen je grapje in. Dat kan niet. Ja, je mag zo eten. Nog even 1 dingetje, alsjeblieft. 1 dingetje. Dankjewel. Ze helpt jou, Sandra. Yo, back up. Zo, ga je in de bed? Wauw. Nee, even stoppen met babbelen. Kom op. Eten. Het is nu maandag. Ik had gezegd dat ze van het weekend zou gaan repareren. Maar ik geloof dat... Ja, het is alweer een tijdje terug. Ik ben begonnen met de opname van deze. Ze was net gebeten. En dat voelde ze zich niet zo fijn. En laat ik ze liever niet... upgraden. Want daar gaat veel tijd in zitten. Waren er geen klietjes? Nee. Zit je er weer naast?
En hoe gaat het met ermee? Al een toetje hoor. Hmm. Oh, je gaat er naar het toilet. Oké. Okay. Ja, je slaap is geel, dus dan ga je daarna ga je eten. Oh, neem even iemand anders dat gaat opeten. Naast u. Met chips met salsa. Kan lekker zijn. Oh, en dan gaat ze de handen niet wassen. Te snel. Nou ja, gelukkig zijn het chips. Dat is niet het echte leven. Ah, stop showing your power. Ja, hebben jullie aan haar te danken, ja? Dat jullie tv kunnen kijken, ja? Gratitude, ja? Credits met de credits are, oké? Okay? Oh, dankjewel. Oh, dankjewel. Jou respecteer ik. Nee, vriendelijk, hè? Vriendelijk. Maar het andere is nog geen tijd. Een beetje opvleuren. Je bent zelf bagger, maar even een beetje opvleuren. Nou, ik zat de filmpjes terug te kijken, een stukje, weet je, zag je dat Sandra in het begin al heel aardig tegen haar deed en ik begon te honen tegen haar, omdat ik met die andere bezig was. En ja, had ik eigenlijk niet eens moeten doen. Zij was eigenlijk de enige die echt positief tegenover me stond. Ja, die flat had geld, maar een vaatwasje kon je niet kopen. Nee? Maar ja. Gedane arbeid doet goed vermoeden. Nee? Of goede arbeid doet goed vermoeden. Je gaat naar bed? Oh, 5:30, dat kan wel. Duik je bij iemand in bed? Of er ligt niemand in bed? Ja, zo naar bed gewoon. Oh, je bent goed. En jij bent op je werk, dat is mooi. Dus wat goed is, je kan eten op je werk hoor. Zo, daar zijn we. Oh, je bent de wc aan het schoonmaken. Hoe heet ze, heb ik het de laatste keer gedaan? Icy? Ik dacht echt dat je naar bed ging. Oh, het is ochtend. Oh. Ik dacht dat het avond was. De dag is nog levend. Maar ik weet nu wel dat die anderen hebben heel veel zelfrespect voordat ze iemand bijten. Lady? Niet. Hoe vaak die al gedronken had van iemand voordat die andere een keer begon? Ongelooflijk. Maar ja, wij hebben nog steeds... Oh nee! Nee! Je hebt het zelf gemaakt, Rivet. Je hebt het zelf gemaakt. Kun je niemand de schuld vergeven. Ze kan weer gebeten worden. Die drie zusjes zijn altijd wel bij elkaar. Lady is altijd een beetje afzijdig. Oh nee, dat zit er. Maar meestal zijn hun met z'n drie altijd wel bij elkaar. Zij is dan elders iemand aan het leegzuigen. Jij hebt al een keer gedronken. Jou heb ik nog niet zien drinken.
Oh, wacht, dit is niet eens een vampier. Buh. Oh, daar zit ze. En jij hebt ook nog niet. Of, oh, jij hebt wel al. Ja, jij hebt ook al gedronken. Dat was net dat ik de film stopzette en even meter ging maken. Ik kom terug, leg ze in een patsel, bewusteloos. Dus ik check al de vampieren die er gedronken hebben. Als icy is. Ik zet normaal het spel had op pauze. Dus ik wat ga doen, maar ik was totaal vergeten. Ik had zo'n nummer, ik ga eten morgen. Ja, helaas niet opgenomen. Maar je kan me geloven, het is echt waar. Nou, dat zei dat hebben jullie wel kunnen zien. Sandra. Maar Nicole, je bent een dapper. Oh, je hebt gedronken. Oh, dan was jij het en niet Sandra. Nee. Vergissing. Zij heeft gedronken. Zij niet. Ik maak heel veel filmpjes op een dag. Dus op de duur weet ik niet meer wat er in deel 1 of in deel 3 gebeurd is. Ik moet ook elke video 2 keer maken en dan moet ik meteen de titel invullen, want anders ben ik totaal vergeten wat er 4 delen geleden gebeurd is, want je doet zoveel. Waarom als er iets gezegd wordt, dan kan het zijn dat het in ene dag later pas gebeurd is, omdat ik die video's... Ik maak er een hele hoop, maar ik zet verschillende op een andere dag uit. Deze komt bijvoorbeeld op iedere woensdag uit. Mijn Engelse versie komt iedere dag op vrijdag uit. Dus er zit een hele tijd tussen en ik lees elke comment, maar YouTube heeft bij mij het probleem dat hij bij mij alles in de spam mietert. Dus ik krijg eigenlijk nooit bericht dat het bericht in box staat. Dit zei ik zelf naar mijn spambox ga en daar vertel van er is geen spam. Niet dat ik zoveel comments krijg, maar dezelfde die te komen komt altijd. Oh, daar gooi je ze in spam. Wacht, dat is het. Oh, we hebben een sportfanaat hier ook. Ze zijn sport aan het kijken. Pingpong. Sandra is dus een weer sportief, hè? Oh, je begint ook evil te worden, hè? Je hebt me geïnfecteerd. Nee, je hebt niks meer sport. Wauw. Jij? Nee, jij ook niet. Wie was er nou het sportieve type hier? Nicole? Oh nee. Of een lady bedoel ik? Nee. Icy? Nee, Icy niet. Jij? Ik heb er geen sportieve tussen zitten. Oh nee, dat wou ik gaan doen. Dat heb ik nog niet gedaan. Wacht maar zien. Ja. Je zit met je aartsvijand te eten. Oh, hij is nog vol. Ik kan altijd een beetje bij. Ga maar even zitten. Hey! Ah, nu je toch hier bent. Please.
Losh. Nee. Een leuke afsluiter. Zo. Ja, van hun bedoel ik. Hè. Ik heb 15 minuten. God, wat is het toch heerlijk als je net van je... I see. Goed gedaan, meid. Ja, dat kan jou ook zomaar gebeuren. Misschien hebben ze eerbied voor je, omdat jij de enige bent die geld in het laadje brengt. Maar goed gedaan, meid. Je bent gepromoveerd. Even je werk hier in orde maken. Zo. Dat kan je niet zelf. Zo. En weer terug naar mijn zin. Oh, wie belt er nou steeds? Ik heb mijn telefoon op. Oh, daarom gaat hij zo snel weg. Oké, dan is het goed. Nou, dan leg je een fiets parkeren. Pismurribinurribidurri. Hoe gaat het met mijn planten? Oh, het zijn nog volwaardige bomen geworden. Zijn ze al... Nee, ze zijn nog niet te plukken. Ik zit me te denken, zal ik hier een hek omheen zetten? Oh nee, maar ze plukken niet uit hun eigen. Nee. Ze plukken niet uit hun eigen. Dat hoef je niet. Ze plukken niet. Want ik heb er een paar die zitten in de groenvoorziening. En dan, ja, je tuin ziet er niet nooit uit hoor. Je hoeft er niks aan te doen. En dan ga je het zelf doen. Moet alles nog geplukt worden. Hè? Goeie dier het hele jaar toe. Zat er niet bij. Maar ik heb zojuist mijn bekertje met plasma ook opgedronken. Dus zit weer vol energie. There Ado, there you are. Doe niet met die faken. Nee, oké. Dat is toch wel jouw lievelingsplek, hè? Waar de lady hoort te zitten. Aan de kop van de tafel. De minder genoten mogen aan de zijkant nuttigen. Nee, jij mag ook aan de tafel. Aan de kop, hè, omdat jij werkt, hè? Jij hebt een bijzondere functie. Ik ga tv kijken. Dan gaan wij even kijken of er nog wat te repareren valt. Beter op tijd dan te laat. Ah, hier kunnen jullie er niet naartoe. Dus we hoeven niet meer te stemmen. We hebben alles al wat we willen. Dank u. Nee, het ziet er allemaal keurig uit hoor. Keurig. Bidden wordt het niet gebruikt. Nee, het is pas 6:15 dus. Ze hebben wel toegang tot naar boven, maar boven is volgens mij niks. Nee. Oeh, dat is wel een mooie stoel. Renaissance. Oh, jij hebt nou honger. Ik moet ijsje hebben. Waar is ijsje dag? Wacht even.
Wacht nou even. Ja. Ah, je hebt al 3 puntjes. Oké. Okay. Nou, dat kan ik wel even laten zien. Dan heb je hier je skillboek. En hoe hoger je komt, hoe voller dit komt met allerlei skills. Dit zijn je positieve skills, maar na een tijdje, als je 3 skills hebt geleerd, moet je 1 negatieve skill gebruiken. Die staan hierin. Ook hoe hoger je komt, hoe meer die vol is. Behalve als je bij een bepaalde rank bent, want dan hoef je geen negatieve meer te nemen. Maar wat doet deze jongen? Ik wacht tot ik genoeg punten heb, maar ik alles vol. En dan pik ik een 3, want die hebben daar geen effect meer. Want als je bijvoorbeeld hier kijkt, conflicteert met dunne huid. Nou, dunne huid. Dat is zo'n, even kijken, hoe is dit? Hier, dunne huid. En dat conflicteert weer met zonbestendigd. Dat is deze. En als je die op level 3 hebt, kun je gewoon in de zon lopen. Hier heb je knoflook, dan ben je bestand tegen knoflook. En dit is mijn favoriet. Dat je andere vampieren kan maken. Meestal doe ik dat bij NCP's, dat vind ik hartstikke leuk. Dan kom jij eens even hier, en dan heb je je pols laten drinken, en dan poep, en dan een paar dagen. Dan switch je camera naar die NCP'en toe. En dan zie je dat ze verandert in een vampier. En dan moet ik zeggen dat Icy er altijd hartstikke goed uitziet. Ook al is een vampier geen vampier. Want als jij niet vampier bent... Dan heeft ze witte ogen. Oh, er is weer iemand gedronken. Sandra? Yep. Nee. Hé, wie heeft er vandaag gedronken? Wie was dat? Nicole ook niet. Nee, juist hier zeker niet. Nee. Wie ben je nou vooral gedronken? Nee, jij moet het gewoon. Nee, jij. Ja, ik hier. Oké, Sandra ook al. Icy al, Sandra al. Dat gaat lekker zo. En jij bent nu een beetje de laatkomer. Ik heb jou nog niet zien drinken. Oeh, je hebt 2 blauwe. Dat is meestal niet goed. Ah, dat is wel goed dan. Wat was dat? Brak er iets? Ja, het valt. Ik meende al iets te horen. Ja, jullie zullen even moeten wachten, want ze ligt even te slapen. En laten we nou maar even slapen. Moet jij niet naar je bed? Oeh, oh nee, ik mag het niet mee bemoeien. Bijna! Bijna had je me betrapt. En er is een tweede toilet boven, dus zo'n probleem is het niet. Moeten ze de trap op? Hey, lady, ze komt eraan lopen. Pak haar. Lady, niet doen. Verspilde kracht. Verspilde energie. Ze komt zo de bed uit. Ik denk nog 2 uurtjes. Zo. Nou, als je deze nou even gaat repareren, dan kun je dan meteen naar het toilet. 1 plus 1 is 2, weet je? Dames, even niet het toilet betreden, hij wordt gerepareerd. Althans. Waar ben je? Oh, je was de trap opgegaan om naar het toilet te gaan. Ja. Nee, ga net niet allemaal die wc in. Ze moeten hem repareren. Voor mij mag je je mond houden, hoor.
Daar heb ik altijd zo'n hekel aan, jongen. Als die Sims beginnen te zingen of voor het eerst een instrument oppakken, het is niet om aan te horen. Dus ik zorg dat die instrumenten ver van het huis verwijderd zijn buiten. Dan kunnen ze buiten bleren wat ze willen, dan hoor ik het niet. Man. Nou, jij hebt net gedronken, dus jij hebt dan. Zit ik op mijn? Ja. Joehoe, ga even. Nee, niet slapen. Sorry. Oh, de tijd is voorbij. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video. Dag!